Hey, ik vind het super gaaf dat ik vandaag mag spreken en ik heb er altijd heel veel zin in. En ook als je vandaag misschien bent gekomen om mee te komen met familie of vrienden, je bent echt hartelijk welkom. Ik vind het zo gaaf dat je er bent. Ook als je meekijkt via de livestream, goed dat je meekijkt, je hoort de hemel bij. En ik geloof dat we een te gekke tijd met elkaar gaan hebben deze mooie zondagmiddag. Terwijl tijd te hard wijdt, je bent aankomen wijen, maar we gaan straks ook wijend weer terug. En dan gaan we de wereld veranderen, toch? Hey, maar we gaan vandaag spreken en ik wil je gewoon meenemen in een verhaal. En weet je, God is aan het werk en ook in mijn leven persoonlijk. En de laatste keer dat ik hier in Den Haag sprak, sprak ik over de serie Jacob. En ik sprak over het onderwerp Elke dag telt. Elke dag telt. En ik eindigde eigenlijk mijn woord toen in november met een verhaal. En ik wist niet dat dat verhaal zoveel impact op mijn leven zou gaan hebben. Dat ik eigenlijk daar zelf doorheen zou gaan. En dan ga ik je meenemen. Vind je dat goed? Dus we beginnen eigenlijk waar ik de vorige keer ben geëindigd. En dan pakken we het verder door. En dat is Handelingen 3, vers 1 tot en met 8. Op een middag omstreeks 3 uur, het Joodse gebedsuur, gingen Petrus en Johannes naar de tempel. Toen ze daar aankwamen, zagen zij een man die al sinds zijn geboorte verlamd was. Elke dag werd hij naar de mooie poort, een van de tempelpoorten, gedragen om daar te bedelen. Toen Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij hun om geld. Ze keken hem aandachtig aan en Petrus zei, kijk ons aan. De man keek hen aan in de verwachting iets van hen te krijgen. Geld heb ik niet, zei Petrus. Maar wat ik heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus uit Nazareth, sta op en loop. Hij pakte hem bij de rechterhand en trok hem overeind. Op hetzelfde moment werden de voeten en de enkels van de man stevig en sterk. Hij sprong op, stond even stil en begon te lopen. Daarna ging hij lopend met hen de tempel binnen en danste van blijdschap en loofde God. Weet je, deze man bij de mooie poort, die vroeg Petrus en Johannes om geld. Petrus en Johannes, mag ik alsjeblieft wat geld van jullie? Ik heb geen geld. Wat was er gebeurd? Als Petrus en Johannes de man geld hadden gegeven, dan had de man nooit het wonder gehad wat hij eigenlijk nodig had. De man had geld in zijn hand gekregen. En leuk voor hem dat geld. Dat geld was de volgende, dezelfde dag misschien weer op. Maar hij kreeg iets wat hij echt nodig had. Waarvan God wist van, nee, jij hebt op dit moment niet geld nodig. Jij hebt een genezing in je lichaam nodig. Jij hebt een wonder nodig. En daarom zei God, ik ga je genezen. Ik ga je gezond maken. En de man stond op en prijste God. Hij ging de tempel binnen. En hij gaf God alle eer voor het wonder dat hij in zijn leven had gedaan. Zo'n mooi verhaal. Maar weet je, dit kunnen jij en ik zijn. Soms kunnen we heel hard bidden voor iets. En soms kunnen we zeggen, Heer, kunt u me alstublieft dit geven? Ik bid hier al zo lang voor. Kunt u een wonder doen in mijn leven, Jezus? Terwijl God zegt tegen ons van, ja, ik wil het je ook geven. En ik kan het je ook geven. Maar ik weet wat het wonder is dat jij echt nodig hebt. En soms is dat niet wat wij nu nodig hebben. Wij kunnen zeggen van, Heer, ik heb nu een genezing nodig. Heer, ik heb nu een aanraking nodig. Ik heb nu een nieuwe baan nodig. Ik heb nu voorziening nodig. En God zegt tegen mij en tegen jou, hey, vertrouw op mij. Want ik weet wat het wonder is dat jij echt nodig hebt. God weet wat het wonder is dat jij echt nodig hebt. En God zegt tegen ons, hey, als het wonder nog niet komt wat jij verbidt, geloof er dan voor dat ik kom met het wonder dat jij echt nodig hebt. Onze wonderen zijn vaak die vandaag impact hebben, die vandaag een zegen zijn. Net zoals de man bij de tempel, hetzelfde dag zou het geld er weer voorbij zijn, doorheen zijn gegaan. Maar God zegt van, nee, laat mij een wonder doen waar je niet alleen vandaag wat voor hebt, maar voor de rest van je leven. Hey, laat me je wat vertellen. Op het moment dat wij beginnen te bidden en we zeggen, Heer God, wilt u een leven, een wonder doen in mijn leven? Wilt u mij een aanraking geven? Dan zegt God van, ja, ik wil dat ook doen en ik kan het ook doen, maar laat mij jou het wonder geven. Waar je niet alleen vandaag wat aan hebt, maar ook voor de rest van je leven. Wow, I love Jesus. God is goed. Hij weet wat we nodig hebben. Hij weet wat we nodig hebben. Hij weet wat jij vandaag nodig hebt. En als het jouw genezing is, dan geeft hij je genezing. En als het vreugde is, dan geeft hij je vreugde. En als het een gebroken hart is, door wat voor situatie dan ook, dan gaat hij jouw hart genezen. Maar je zegt, laat bij mij jou het wonder doen wat je echt nodig hebt. Niet het wonder dat je morgen weer verliest. Niet het wonder wat je morgen weer vergeten bent. Maar een wonder dat je nooit meer vergeet. Maar ik weet niet of je kan herinneren, de reden dat ik dit verhaal net begon te vertellen, is omdat ik er de vorige keer mee ben geëindigd. Dus de vorige keer sprak ik zelf over wat God wil doen. En dat hij ons het wonder geeft wat we echt nodig hebben. En diezelfde keer in november, toen ik sprak, vertelde ik je ook dat ik zelf door strijd ging. In mijn gezondheid.
En ik bad zelf voor een wonder van, Heer, kom alsjeblieft met gezondheid, kom alsjeblieft met gezondheid. Ik was de man bij de tempel die vroeg om geld. God gaf mij het wonder dat ik echt nodig had. Want wat God deed, is dat hij me eigenlijk terugriep. Ik zat echt in een dieptepuntje in november. En dat God me eigenlijk terugriep naar de binnenplaats. Naar de plek van gebed. Naar de plek waar ik naar hem toe kruip. Naar mijn tijd met God. Naar mijn leven met God. En op het moment dat ik zei van, oké, Heer, u bent degene die me, u bent de enige die mij hoop kan geven. U bent de enige die mij kunt helpen. U bent de enige die mij kunt genezen. Geen dokter kan dit genezen. Alleen u kan dit genezen. Besloot ik om elke dag mijn tijd met God op de eerste plek te zetten. Om elke dag met hem te beginnen. En op het moment dat je dat doet, dan gaan er dingen veranderen. Dit was een keerpunt in mijn leven afgelopen maanden. Dit was een keerpunt in mijn leven. Net zoals de dopelingen vandaag. Dit is een keerpunt in hun leven. Daarom is die doop zo belangrijk. Een keerpunt. Een keerpunt. Ik leg mijn oude leven af. En ik start in een nieuw leven met Jezus. Een nieuw begin. Een nieuw begin. En ik ging zelf door die strijd heen. En ik was zo aan het bidden. Maar God zei, nee Ruben, jouw genezing is leuk voor vandaag en vanmorgen. En ik wil het je ook echt wel gaan geven. Maar waar jij niet alleen wat aan hebt, maar waar veel meer mensen wat aan hebben, is dat jij een nieuwe ontmoeting met mij krijgt. Dat jij een nieuwe aanraking van mij krijgt. Dat jij opnieuw de plek weet te vinden waar ik tot jou spreek. Waar ik jou nieuwe dingen wil geven. Waar ik jou elke dag nieuwe dingen geef. Niet alleen het wonder waar ik zelf aan vroeg. Maar het wonder waar ik voor de rest van jouw leven iets mee, waar we samen doorheen kunnen werken. Waar ik doorheen kan werken. Dus God gaf me niet het wonder waar ik op vroeg. Maar God gaf mij het wonder waar ik voor de rest van mijn leven wat aan heb. Nieuwe ontmoetingen met hem. Een nieuwe vreugde. Een nieuwe kracht. Een nieuwe kracht op het moment dat ik begin te bidden met andere mensen. God gaf me het wonder. Waar ik zelf niet van wist dat ik het nodig had. Maar ik had het wel nodig. En God gaf me het wonder dat ik echt nodig had. Weet je, God is op zoek naar mensen die zeggen, Heer, gebruik mij om deze wereld te veranderen. Gebruik mij om voor andere mensen te bidden. En om mensen bij u thuis te brengen. God wil jou gebruiken. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, wat je achtergrond ook is. God zegt, hey, kies ervoor. Laat mij je gebruiken. Kies voor mij en ik zal jou gebruiken. Om deze wereld een stukje mooier te maken. Om deze wereld een stukje aantrekkelijker te maken. En daarom heb ik vandaag gekozen. Het jaarthema voor 2020 is The World is Waiting. De wereld wacht op een antwoord. De wereld wacht op Jezus. En dan heb ik ervoor gekozen om daar niet vandaag over te gaan hebben. Maar om het thema iets te veranderen, om het nog wat dichterbij te brengen. En mijn thema voor vandaag is, the world is waiting for you. De wereld wacht op jou. Waarom? Omdat God ervoor heeft gekozen jou en mij te gebruiken. Omdat God ervoor heeft gekozen door mensen heen te werken. We hebben een fantastische film gezien, 2 weken geleden op Vision Sunday. Fantastische film, I love it. Maar dat is niet de manier hoe we de hele wereld gaan bereiken. De manier waarop God ervoor heeft gekozen om de wereld te bereiken is door jou en door mij heen. Dus we kunnen een fantastische film maken, maar als we het daarbij laten, dan stopt het. Gods plan stopt daar dan. De plan stopt met de film. Wat een drama als daar het plan stopt. En God zegt tegen mij, tegen jou en mij, hey, sta alsjeblieft op. En laat mij jou gebruiken om de wereld over mij te vertellen. Om de wereld te vertellen dat er hoop is. En zijn naam is Jezus. Alsjeblieft, zegt God tegen ons, sta op. Laat je licht schijnen. Wees het zout van deze wereld. Wees de smaakmaker van deze wereld. Wees degene die verschil brengt. Wees degene die vrede, vreugde brengt waar er geen hoop meer is. Wees degene die hoop brengt waar er geen hoop meer lijkt te zijn. En het is zo hard nodig. Het is zo hard nodig, er zijn mensen nodig in deze wereld die opstaan en zeggen van Jezus, kies mij. Mijn gebed is, Jezus, kies mij om Nederland over u te vertellen. En ik hoop dat het ook een gebed is wat in jouw hart is. Dat je niet denkt van, Heer, leuk, the world is waiting, leuk voor de kerk, leuk voor CLC. Een mooi thema, fantastische film. Maar dat het daar niet bij blijft. Maar dat je zegt van, the world is waiting for me. The world is waiting for you. Deze wereld wacht op jou. De wereld is in een grotere nood dan ever. Er is meer ziekte dan ever. Er is meer depressie dan ever. En waar die depressie vandaan komt, is omdat er geen hoop lijkt te zijn. Maar er is altijd hoop. Er is altijd hoop. Want Jezus is de hoop himself. Hij is degene die gekomen om leven te geven. Hij is degene die is gekomen om een tweede kans te geven. Hij is gekomen om leven te geven waar er geen leven meer te zijn.
Jezus is het antwoord. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En wij hebben hem nodig om bij God de Vader te komen. Wij hebben hem nodig om in vrijheid te wandelen. Wij hebben hem nodig om een opwekking in ons eigen leven te zien. De wereld is weting op mensen die niet leven voor zichzelf, maar mensen die opstaan en zeggen, Heer, gebruik mij. De wereld is weting op mensen die antwoorden hebben op de grote noden van deze wereld. En die hebben we, die antwoorden hebben we. Want zijn naam is Jezus. De wereld is weting op mensen die wonderen doen in Jezus' naam. De wereld is weting op wonderen doen die in Jezus' naam. De wereld wacht op mensen die opstaan en weten dat God ze wil gebruiken op deze aarde. Om te bidden en om wonderen te zien gebeuren. Om voor mensen te bidden en ze genezen te zien worden. En ik weet niet of het je bekend voorkomt. Maar in 1 Korinther 4 vers 20 staat het volgende. Want het koninkrijk van God bestaat niet uit mooie woorden, maar uit kracht. Ik hou van deze tekst. Het koninkrijk van God bestaat niet alleen uit mooie woorden, maar uit kracht. Ik weet niet of je het herkent, maar dat je wel eens met mensen hebt gebeden. En dat iemand zegt, kan je voor me bidden? Ik heb nogal hier of daar pijn of gaat niet zo lekker allemaal. En dan bid je voor iemand met alles wat in je zit. En dan zegt diegene niet, oh fijn, dat is mijn pijn, dat is weg. Of oh, ik voel me een stuk beter. Maar diegene zegt dan, dank je wel, mooie woorden, fijn gebed. Fijn, dank je. Bij mij doet dat dan iets. Eigenlijk denk ik dan bij mezelf van, Heer, ik wil geen fijn gebed. Ik wil geen mooie woorden. Want uw koninkrijk is een koninkrijk van niet alleen uit mooie woorden, maar uit kracht. Hey, als wij bidden, als jij bidt voor iemand, dan mag je van God verwachten dat God erbij is. Want gebed is niet wat mompelen en hopen dat er iets gebeurt. Gebed is praten tot God in de verwachting dat er iets gaat gebeuren. Weet je wat we vaak doen? Heel vaak verlagen we onze verwachting naar wat we zien gebeuren op dit moment. Ik zie op dit moment niet veel gebeuren. Ik zie op dit moment niet veel wonderen van God. Dus dat wordt onze nieuwe standaard. Maar wat God tegen ons zegt en wat het antwoord is, is dat God zegt van nee, kijk niet naar de situatie op dit moment. Kijk niet op dit moment naar wat je ziet gebeuren, maar kijk naar mijn woord. Waar staat dat ik genees? Waar staat dat ik de onderdrukte genees? Waar staat dat ik een wonder wil doen? We verlagen ons niveau, we verlagen ons geloof naar wat we zien gebeuren. Terwijl het woord van God niet bedoeld is om onze ervaringen aan te passen naar wat we zien gebeuren, maar om het geloof te pakken wat God spreekt over jou en mijn leven en om vanuit die omstandigheden God wonderen te zien doen, om mensen genezen te zien worden, om God wonderen te zien doen die we nog nooit hebben zien gebeuren. En misschien zelfs nu ik spreek over genezing, kan het zijn dat er mensen in de zaal genezen worden. Want waar wij het evangelie brengen, waar wij het woord van God brengen, zal Jezus het bevestigen. If we preach the gospel, Jesus proves it. Want het koninkrijk van God is geen koninkrijk van mooie woorden, maar een koninkrijk van kracht. Halleluja. We gaan lezen in Markus 16, vers 17. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen. In mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven. In nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij oppakken. Er zal niks gebeuren. En zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen. Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen. En er staat daar een woordje waar we vaak overheen lezen. Of we willen het niet lezen. Of we lezen het overheen omdat we het niet verwachten. Maar het staat er echt. Er staat als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen. Er staat niet, als tekenen zullen deze dingen Jezus volgen. Er staat niet, als tekenen zullen deze dingen Pastor Erold en Mathilde volgen. Er staat ook niet, als tekenen dingen zullen deze de apostelen volgen uit de tijd van de Bijbel. Maar er staat, als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen. En de geloven is, jij en ik. Jij en ik, wij zijn geroepen om het koninkrijk van God te brengen waar het er niet is. Wij zijn geroepen om geloof te brengen waar geen geloof is. Wij zijn geroepen om hoop te brengen als mensen zich afvragen van waarom leef ik? Zijn wij geroepen om antwoord te geven. En om te zeggen, hey, omdat er een God is die van je houdt. Omdat er een God is die alles heeft gedaan om jou te redden. En een plan met je leven heeft. Hey, ik weet dat je het nu misschien niet ziet en misschien niet gelooft. Maar ik geloof het wel. Hij heeft mijn leven veranderd en hij kan het ook voor jou. Dank u, Jezus.
Dank u, Jezus. Misschien denk je op dit moment, maar Ruben, ik heb zo vaak gebeden met mensen en ik heb nog nooit een wonder gezien. Misschien denk je, Ruben, ik heb al zo vaak geprobeerd te bidden voor iemand die pijn had, maar ik heb nog nooit iets zien gebeuren. Please, verlaag je verwachting niet naar Gods woord. Of naar wat je ziet gebeuren. Verhoog je verwachting naar Gods woord. Verhoog je verwachting naar Gods woord. Hij wil het doen, hij kan het doen. En zoals ik al zei, in een paar weken heb ik zoveel getuigenissen meegemaakt. Ik heb meer getuigenissen en wonderen zien gebeuren de afgelopen weken dan de afgelopen 10 jaar dat ik christen ben. En waarom? Waarom zijn die dingen gebeurd? Niet omdat ik een man van God ben. Niet omdat ik een grote man van God ben. Maar omdat ik een grote God dien. Het heeft niks met mij te maken. Het enige wat ik doe is zeg, Heer, gebruik mij. Gebruik mij om leven te brengen. Gebruik mij om mensen over u te vertellen. Gebruik mij om te vertellen dat er altijd hoop is, ook al zien we niet zitten. Heer, gebruik mij om te vertellen dat uw woord leeft. Dat u nog steeds spreekt, dat u nog steeds wonderen doet. En dat u goed bent. If we preach the gospel, Jesus will prove it. Als wij het evangelie brengen, zal God het bevestigen. En die genezingen, die wonderen en tekenen zijn niet bedoeld om er cool mee te doen als kerk. Maar om de eer en glorie aan God te geven. En om Jezus op de eerste plek te zetten. En om te zeggen van nee, dit genezing die we net hebben meegemaakt, die komt niet door mij. Want ik ben gewoon maar een vat waar God doorheen werkt. Maar dit komt omdat het kostbare bloed van Jezus voor jou heeft gestroomd. Amen. En ik ga je meenemen naar een tekst. En dit is zo mijn, ik vind dit zo'n toffe tekst. God is op zoek naar mensen die zeggen, Heer, gebruik mij. En hoe doet God dat? Door ons over te geven. Door ons over te geven. Door gewoon te zeggen, Heer, gebruik alles van mij. Gebruik mijn mooie kanten, maar gebruik ook mijn minder goede kanten. Gebruik mijn talenten, maar gebruik ook mijn struggles. En neem mijn struggles, Heer. En in 1 Petrus 1 vers 18 hebben we zo'n gave tekst. U bent niet vrijgekocht met iets dat vergaat, zoals zilver of goud of bitcoins. Maar met het kostbare bloed van een volmaakt en vlekkeloos lam, het bloed van Jezus Christus. Je bent vrijgekocht door iets wat veel kostbaarder is dan goud of zilver. Maar je bent vrijgekocht door het kostbare bloed van Jezus Christus. En dat is genoeg. Het is genoeg. Het is genoeg. Zeg tegen je buurman, het is genoeg. Hij heeft al gedaan wat hij kon doen. Hij heeft al gedaan wat hij kon doen. En hij legt de laatste stap bij ons. Hij legt de laatste stap bij ons. En dat is zeggen van, ik heb al gedaan wat ik kon doen. Ik heb al betaald. Hij heeft de prijs al betaald. God de Vader heeft al de prijs betaald om zijn Zoon naar de aarde te sturen. En dan voor ons te sterven aan het kruis. Waardoor wij kunnen leven. Hij heeft de prijs al betaald. Maar dat wij zeggen, Heer, ik geef me over. Ik geef me over. Mijn talenten, mijn struggles, maar hoe ik ook ben. Wat voor periode ik zit. Of je nou in een alles is goed tijdperk bent. Of een tijdperk van dat je denkt van een seizoen waarvan je denkt van, Heer, waarom overkomt dit? God geeft er het wonder dat je echt nodig hebt. God geeft het wonder dat je echt nodig hebt. Maar hij heeft al betaald. Hij heeft al betaald. Hij heeft de prijs al betaald en hij is op zoek naar jou en mij. The world is waiting for you. The world is waiting for you. De wereld wacht op jou die antwoorden heeft. Jij hebt antwoorden die mensen niet hebben. Omdat je Jezus kent. Omdat je weet hoe goed hij is. Omdat je weet wat er in zijn naam mogelijk is. En hij gaf zijn discipelen gaf hij de autoriteit om te spreken tegen de mensen die geen hoop meer hadden. Guess what? Jij bent vandaag die discipel. Jij bent vandaag die discipel die God de kracht geeft. En de woorden geeft. En de vrijheid geeft. En de autoriteit geeft om in zijn naam, in de naam van Jezus, op te treden. En om daar God te brengen. Op de plekken waar je niet verwacht. Op de plekken waar je misschien God niet ziet werken. Ben jij geroepen om het wel te brengen. En je, misschien denk je wel van, Ruben, je hebt makkelijk praten. Jij werkt hier voor de kerk. Morgen ga je weer hier naar kantoor. En je hebt allemaal christenen. Klopt. En morgen ga jij naar je kantoor. En heb je honderden mensen om je heen die hem niet kennen. Wat een zegen. Vergeleken met mij. Er zijn zoveel mensen die jij kan vertellen over Jezus. Er zijn zoveel mensen die op dit moment op jouw werk aan het zoek zijn. Naar hem. Die hem niet kennen, maar ze hebben hem nodig. Net zoals mij. Net zoals ik. Net zoals jij. Op een dag wisten we niet dat we Jezus nodig hadden. Op een dag wist ik niet dat ik Jezus nodig had. Er waren dagen in mijn leven dat ik geen idee had dat Jezus voor mij moest sterven. Totdat ik erachter kwam dat het wel nodig was. Want het bloed van hem is kostbaarder dan zilver en goud. En hij heeft mij vrijgekocht. Met de kostbaarste prijs die er ook maar is. En zijn naam is Jezus.
Hey, God geeft zijn discipelen de autoriteit om te handelen, om te spreken, om leven te brengen waar er leven nodig is. God wil jou gebruiken. Of je nou jonge vrie, 12 jaar bent, 16 jaar, 18 jaar, of dat je 70 jaar bent en je bent gekomen. Er is nooit de perfecte leeftijd om te starten. Gebruik, God wil jou gebruiken zoals je vandaag bent. Of je nou nul Bijbelkennis hebt, of heel veel. God gebruikt jou. Gebruikt jou. Omdat de levende God in jou woont. Omdat de Heilige Geest in jou woont. Omdat God Hemzelf in jou woont. Wil Hij jou gebruiken. Wil Hij jou gebruiken. God is goed. Geef je over aan Hem elk gebied van je leven. Zodat Hij je groot kan gebruiken. En ik ga eindigen met een gelijkenis. Met een gelijkenis die dit keer niet uit de Bijbel komt. Maar het is wel een heel mooi verhaal. Waar eigenlijk in, heel mooi in omschreven wordt hoe het koninkrijk van God werkt. Hoe Jezus in jou en mijn leven wil gaan werken. Daarom, het staat niet in de Bijbel, maar we gaan er wel veel van leren. En Jezus vertelde gelijkenissen, dus dan mag ik het ook. Het verhaal gaat over een man die heel rijk is. Hij is heel rijk en hij heeft een heel groot huis. Hij heeft een huis, prachtig huis met 10 kamers. 5 kamers op de bovenste verdieping, 5 kamers op de onderste verdieping. Prachtig huis. Perfect. Geweldig. Alles erop en eraan. En op een dag wordt er geklopt. Het is Jezus. Het is Jezus. En hij straalt als de zon, als de man opent. Hij ziet Jezus staan. Hij zegt, Jezus, wat goed dat u bent gekomen. Ik heb van u gehoord. Ik heb gehoord dat u wonderen doet. Ik heb gehoord dat u mensen bevrijdt. Dat er mensen genezen worden als u in de buurt bent. Ik heb gehoord dat u de mensen die onderdrukt worden, dat u ze bevrijdt. En ik heb gehoord dat u zo goed bent en vrijgevig bent. En u bent een echte ware gamechanger in deze wereld. Jezus, ik wil dat u mijn huis binnenkomt. Ik wil u uitnodigen als speciale gast. Kom alsjeblieft binnen. En ik ga iets bijzonders voor u doen, Jezus. Want u krijgt van mij de mooiste kamer van dit huis. Ik heb boven een kamer. Het is de allergrootste, de allermooiste. Het is de allerbeste kamer van het huis. Mooi uitzicht over het landgoed. Inloopdouche, king size bed. Perfect, Jezus. Ik geef het aan u. U hoeft er niks voor te betalen. U bent mijn speciale gast. U krijgt het van mij. Nou, Jezus is een heer. Dus hij pakt de sleutel, God, naar boven. En als de nacht valt... Het wordt donker en de nacht valt, wordt er weer geklopt. Dit keer is het geen vriendelijke geklop, maar een hele agressieve, een lelijke. En de man doet open. En weet je wie er staat? De duivel. En de man zegt, de duivel, ik heb van jou gehoord. Jij doet nare dingen in mensen hun levens. Jij steelt, jij komt om te roven, jij komt om te vernietigen. Ik wil niks met jou te maken hebben. Ga weg, ga naar een ander huis. Weg hier. Ga weg. Maar voordat hij het wist, stond, had de duivel een teen tussen de deur gezet. Daarna een knie, daarna een schouder. En voordat de man het wist, brak de duivel naar binnen. En die nacht had de man een vreselijke nacht. Hij werd verschrikkelijk gekweld door de duivel. Hij kreeg angsten, hij werd verleid. Het was een vreselijke nacht voor de man. En tegen het einde van de nacht vluchtte de duivel weer naar buiten. Via de achterdeur. En op hetzelfde moment komt Jezus naar beneden lopen. En de man zegt tegen Jezus, Jezus, ik was u helemaal vergeten. U was mijn speciale gast en u had er iets aan kunnen doen. U had de duivel zo weg kunnen sturen, hij is bang voor u, doodsbang voor u. U had hem zo de weg kunnen wijzen en hij was weg geweest. Waarom heeft u niks gedaan? Ja, zegt Jezus, ik ben je dankbaar voor de mooie kamer die je mij hebt gegeven. Prachtige kamer, prachtig uitzicht. Maar weet je wat het probleem is, beste man? Dit huis heeft nog 9 andere kamers. En je gaf mij slechts 1 kamer van de 10. En er ging een lampje branden bij de man. En hij zegt, Jezus, ik snap het al. Ik snap het al. Vanaf nu gaan we het gelijk oplossen, het probleem. Ik weet wat we gaan doen. 50-50. U krijgt van mij 5 kamers. En 5 kamers zijn van mij. De bovenste 5 zijn van u. En de onderste 5 zijn van mij. Goed idee toch, Jezus? Jezus is een heer. Dus hij pakt de sleutels, loopt naar boven. Gaat naar zijn kamer, naar zijn mooie kamers toe. En in de nacht, als de avond valt, wordt er weer geklopt. 3 keer raden wie het is. Jullie worden steeds beter. De man doet open. Kijkt wie het is. Het is natuurlijk de duivel. En weer zoals de vorige nacht. Eerst een teen, daarna een knie, daarna een schouders. En daarna breekt hij naar binnen. En de man heeft weer een vreselijke nacht. Vreselijk. Vreselijk. Zoals de duivel te werk gaat. Heel gemeen. Op een manier die je niet ziet aankomen. Maar hij doet het wel. Om te pesten, om te plagen. Om te vernietigen. En, einde van de nacht... vlucht de duivel weer via de achterdeur weg. En Jezus komt weer naar beneden.
En dit keer reageert de man niet zo aardig. Dit keer wordt hij boos. Jezus, waarom heeft u niks gedaan? Ik was meer dan vrijgevig. Ik heb u alles gegeven. Waarom deed u niks? U was hier gewoon. En Jezus zegt tegen die man, rustig, rustig. Ik hou van jou. Ik geef om jou. Maar het probleem is, dit huis heeft 10 kamers. En van die 10 kamers gaf je er mij maar 5. En de man wist het. Hij wist wat er aan de hand was. Hij zei, oh, natuurlijk Jezus, hoe stom kon ik zijn. Oh, ik gaf u maar 5 kamers. Ik heb het verkeerd gedaan. Ik heb een goed idee, Jezus. Vanaf nu ga ik het op de goede manier doen. Jezus, dit huis heeft 10 kamers. En ik geef alle 10 aan u. Behalve 1 kamer. Deze ene kamer, daar mag je niet in komen. Deze ene kamer, daar gebeuren geheime dingen. Daar gebeuren volwassene dingen. In deze kamer, Jezus, daar wil ik u niet bij hebben. Dat zijn dingen waar ik me voor schaam. Dat zijn dingen waar ik u niet bij betrokken wil hebben, want dat vind ik niet fijn. Deze kamer, Jezus, dat is privé. Daar gebeuren dingen die u niet mag zien. Daar voel ik me niet fijn bij. En Jezus is een Heer. Dus hij pakt de sleutel, loopt naar boven. En tegen als de nacht weer aandreekt, wordt er weer geklopt. 3 graden wie het is. En de man doet open en het is weer de duivel. En de duivel breekt naar binnen en de man heeft weer een vreselijke nacht. Vreselijk. Tegen het einde van de nacht, je raadt het wel, de duivel vlucht weer naar buiten. En Jezus komt naar beneden. En dit keer wordt de man niet boos, maar hij begint te huilen. Oh, Jezus. Ik heb u alles gegeven, ik was zo vrijgevig. Houdt u dan niet van me? Heeft u dan niet alles gedaan? Heb ik dan niet alles gedaan wat ik kon? Waarom hielp u me niet? En Jezus, zoals hij is, omhelst de man. En hij zegt tegen de man, hey, ik ben je dankbaar voor de 9 kamers die je mij gaf. Ik ben je dankbaar voor de 9 kamers die je gaf. Maar weet je wat het probleem is? Laat me je helpen. Dit huis heeft 10 kamers. En zolang 1 kamer van jou is, ben jij de eigenaar van dit huis. Ben jij de eigenaar van dit grote mooie gebouw. Laat me je helpen. Wat nou als jij mij de sleutels geeft van elke kamer van jouw hart? Wat nou als je mij de sleutel geeft van dit mooie huis? Want het probleem is, zolang jij de eigenaar bent, ben jij de voorziener van dit huis. Ben jij de beschermer van dit huis. En ben jij degene die voor de gasten in het huis zorgt. Laat me je helpen, zei Jezus. Geef mij alle sleutels van het huis. Maak mij de eigenaar van het huis. En dan kom jij in mijn huis wonen. En er ging een lampje branden bij de man. Hij zegt van ja, oh, eindelijk, dat is het. Dat is het, Jezus. Ik geef alles aan u, Jezus. Elke kamer. Ook die ene kamer die ik eigenlijk niet aan u wilde geven. Ook die kamer waar ik eigenlijk voor schaam. Ook die kamer waar ik helemaal niet trots ben. Ook die kamer waar geheime dingen in gebeuren. Volwassen dingen in gebeuren. Ik geef alles aan u, Jezus. En de man dacht dat hij goed had gedaan. En diezelfde nacht, wat gebeurt er? Er wordt weer geklopt. En dit keer wist de man niet wat hem overkwam. Hij begon te trillen. Zijn benen begonnen te trillen. Zijn armen begonnen te trillen. Hij kreeg het benauwd. Zijn hartslag werd 160. Hij wist niet wat hij overkwam. Hij dacht dat hij goed had gedaan. En de man loopt naar de deur. En hij is zo bang. Hij kan bijna niet lopen, want hij weet dat er vreselijke nacht hem te wachten staat. En op datzelfde moment dat hij grijpt hij met de hand naar de deurklink om open te doen. En op dat moment voelt hij iets. Hij voelt iets. Hij voelt een hand op zijn schouder. 3 keer raden wie het is. Het is Jezus. En hij straalt als de zon. Het is Jezus. En Jezus zegt tegen de man, volgens mij is dit huis van mij, meneer. Ga aan de kant en laat mij open doen. Yes. Yes. En Jezus gaat niet eerst kijken wie er voor de deur staat. Want nee, Jezus is bang voor niemand niet. Dus Jezus stapt naar voren, gooit de deur open en zegt, wie is daar? En de duivel kijkt naar Jezus en hij is volledig verward. Hij weet niet wat hem overkomt. Hij kijkt naar de duivel en hij ziet Jezus staan. En hij kijkt naar Jezus. Hij kijkt naar het nummer, naar het nummerbordje. Hij kijkt naar Jezus, hij kijkt naar het nummerbordje. En hij is volledig verward. De duivel kruipt langzaam naar achter. Hij kruipt langzaam naar achter, want hij is volledig van slag door wat hier op dit moment gebeurt. Hij gaat op zijn knieën, kijkt naar beneden en zegt tegen Jezus, sorry Heer, ik ben gekomen aan het verkeerde adres. Yes. Dat is de God die wij dienen. Dat is de Jezus die wij dienen. Hij wil de koning zijn van jouw leven. Hij wil geen gast zijn in jouw leven. Hij wil niet even binnenkomen en een paar dingen in je leven doen. Nee, hij is Heer van je leven of hij is het helemaal niet.